Dat is altijd een beetje het ding bij Zalando. Je moet wel een beetje pasta mee, wie weet. Oh, dat is helemaal hip met tegenwoordig. Kei wijde pijpen. Ga mij daar staan? God weet het. Oh my god, het is leuk. Oh, ik word er helemaal hebberig van. En op de achtergrond op mijn poep staat er love. Alleen maar liefde, weet je dat? Alleen maar liefde, weet je dat? Hey iedereen, super leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Vandaag heb ik een pakketje binnengekregen. Nu, ik heb een samenwerking gelopen met Zalando. De samenwerking houdt in dat ik content maak op TikTok en Instagram. Dus dit is eigenlijk gewoon volledig vrijblijvend. Maar ik vind het gewoon altijd leuk om te tonen wat ik van kleding heb gekocht. Dus bij deze unboxing time. Woehoe! Patty patty. Alles flikkert op de grond. Nu, vooraleer dat ik start met het tonen wat ik van Zalando heb gekregen, heb ik ook nog twee andere dingetjes gekocht. Ik had weer zin in kaarsen. Ik weet niet waarom. Jonathan kreeg weer helemaal... geurkaarsen, vibe. Dus ik heb twee geurkaarsen van Marcel. Cinnamon geur. Die ruikt altijd echt heel lekker. En ik heb ook nog even een lekker luchtje gekocht. En dat is... Abercrombie Fierce. Ik heb er even 200 ml van gescoord, omdat ik die ook wel echt heel lekker vind ruiken. Zo, en dan gaan we kijken wat er in het pakket zit. Nu, ik heb deze trui al opgestuurd gekregen van Zalando. En daar ben ik belachelijk blij mee. Het is een trui van Worst Behavior en die was in een ander pakket binnengekomen. Het is een hele dikke, kwalitatieve, goede, stevige hoodie. Dus ik ben er echt kapot blij mee. En dit is de rest. Oh-oh. Oh-oh. Oké, ik ga gewoon van boven beginnen. Eerst en vooral, ik heb een petje van Etude gekocht. Ik vind dat wel een leuk merk, maar ik vind dat altijd belachelijk duur, dus ik koop dat nooit. Maar als ik dan een keer een bon heb van Zalando, heb ik zoiets van, oké, nou, nu kan het er wel vanaf. Het is gewoon een simpel zwart petje, er is echt niks aan. Maar ja, ik vond het wel tof. Dus dat is het eerste. Dan, ik heb ook onderbroeken besteld, maar normaal heb ik altijd gewoon zo van die... Oh, ik zit nu echt in mijn onderbroek. Zo van die, gewoon ja... Die typische boxershorts, ik heb het, dat is altijd het beste. En als ik ga sporten, heb ik meestal gewoon zo'n spannende aan. Maar nu wil ik een keer voor het hardlopen, omdat ik mijn benen vrij moet hebben, ik hier zo in. Mooi is dat niet, maar dat is wel gewoon praktisch voor tijdslopen. Dus ik heb twee van die even gescoord. Ja, dan weet je dat direct ook weer. Dan, de kleding items. Ik heb een grijze hoodie van Carhartt. Ik vind hoe dat het draait of verkeerd, Carhartt is echt gewoon topkwaliteit. Je kunt daar een tractor over laten rijden, je kunt daar echt in de modder mee spelen, je kunt daar mee gaan feesten, dat gaat niet kapot. Carhartt blijft echt gewoon voor eeuwig bestaan. Die is zo'n dikke kwaliteit, echt, I love it. Dus nu heb ik een grijze Carhartt trui gekocht, zo met een zip dingetje. Ik denk dat dat wel leuk gaat zijn. Dat is altijd een beetje het ding bij Zalando, je moet wel een beetje pasta mee, wie weet. Ik moet het aanzien natuurlijk, ja. Maar een gegeven paard mag je niet in de bek kijken. Dan heb ik nog een trui van Carhartt. Ik was een beetje in de Carhartt vibe. En dat is deze. Ik denk dat die ook wel leuk gaat zijn. Gewoon simpel. Carhartt logo, zo'n box logo of zo, noemen ze dat. Ik weet het niet. Ja, leuk hè. Lekker oversized. Ik hoop dat altijd zo'n XL, dat daar gewoon zo'n beetje... Een beetje hangt. Snap je? Vind ik leuk. Dus dat is de tweede hoodie. Dan heb ik nog een derde hoodie van Carhartt. Is dat blauw? Nee toch, hè? Nee, dat is waar. Ik begon hier al kritisch te worden. Ik had onlangs een... in de vorige video, denk ik, had ik zo een crewneck gekocht. Met gewoon zo hier simpele logootje op voor mijn verjaardag. In het grijs. En ik doe die zoveel aan, dat ik dacht, ik moet die ook gewoon even in het zwart hebben. Dus dat is gewoon een doodsimpele hoodie. Daar staat niets op, nul. Maar wel gewoon zo dat kleine logootje hier van Carhartt. Puur om de kwaliteit. Ik zeg het, puur om de kwaliteit. Carhartt, als jullie kijken, sponsor mij. Dank u. Ik krijg het veel te goed op Carhartt. En dat is te merken, hè? Dan. Oh. Dat vind ik mooi. Ik koop normaal eigenlijk altijd zo sneakers. Ja, ik weet niet. Ik heb een beetje een sneaker-obsessie, een beetje een sneakerverslaving. En dan koop ik altijd zo'n beetje zo merken die ik leuk vind, zo. Een keer een Off-White schoen, een keer een Balenciaga schoen. Want die draag ik echt gewoon het meest. Ik zeg het, degene waar ik het meeste geld heb aan uitgegeven, die draag ik gewoon het meest. En ik zag al een hele tijd deze schoenen online, maar ik had zoiets van, nee, All-Stars, Converse, ik voel het niet. Totdat ik deze zag. En dit zijn er toch monsters.
Oh. Ja, die ga ik roken. Zeg maar zeker. Dik, ik vind het echt super dik. Amai. Echt heel heel leuk. Dus deze heb ik er ook even bij genomen. Ik kan toch zo blij worden van kleding, echt. Het is gewoon een beetje gênant gewoon. En dan zitten er nog 3 items in. Oh my god, het is leuk! Oh, ik word er helemaal hebberig van. Oh, zo leuk. Oh, wat een topper. Oké, dit is dus een bleke jeans. Met zo allemaal dingetjes op. Zo een... Ja, wat staat er eigenlijk op? Oh, en dat is zo wat zachter zo. No more sad days. Sad. En dan hier staat er closed. En een krokodilletje. En een... I'm fine. En een duiveltje of zo, ik weet het niet. En op de achtergrond op mijn boek staat er love. Alleen maar liefde bij jou daarvan. Alleen maar liefde bij jou daarvan. Oh, echt heel blij met deze. Ja. En die is van de Bershka volgens mij. Ja, is gewoon van de Bershka. En dan heb ik nog 2 wat simpelere items. Maar ik had deze gezien bij Anna Livia. De vriendin van Acid. En dat was een Galaxy broek. Van Weekday. En ik vond die wash zo leuk. En gewoon het model dat zo een straight jeans is. Dat zo lekker valt, lekker wijd. Ah, wacht. Het is het voorlaatste item. Ik heb ook nog een hoesje. Omdat altijd als ik uitga, die hoesjes verkleuren op een of andere manier. Vraag mij niet hoe. Dat wordt altijd zo wat gelig, zo'n doorzichtig hoesje. Why? Precies omdat ik met mijn handen in het pis zit. En dan, dus even weer een schoon, nieuw hoesje. Kan geen kwaad. Dus die. En als laatste heb ik ook nog een andere broek van de Weekday. En dat is een... hoe noemen ze dat? Bootcut. Ik kwam er niet op. Een bootcut. Dat is helemaal hip hè, tegenwoordig. Zie. Zo van die keiwijde pijpen. Oh, fantastisch. Gaan wij daar staan? God weet het. Ik weet het niet. We gaan het zien. Ik denk het wel. Ik denk dat het wel leuk kan zijn. Op een keerlijke trui, leuke sweater zo. Ja, ja. Ik zie dit goed komen. Absoluut. Voilà, dat was de video voor deze week. Sorry dat ik soms niet zo actief ben op YouTube, maar het ding is gewoon, ik ben zo druk. Ik heb 101 dingen aan mijn kop. Ook zo, Koek en Verhulst. Er komen nog dingen aan waar ik nog niks over mag zeggen. Het is een beetje doorhoppen. Het is een beetje doorhobbelen het leven. Maar kijk, weet je, het is leuk... Ik moet echt niet klagen. Ik vind het echt oprecht leuk. En dikke merci dat ik het allemaal mag doen. Super bedankt iedereen om te kijken naar deze video. En hopelijk zie ik jullie snel weer bij een nieuwe video. Doei! Nu heb ik gezien, zoveel afval. Ik haat dat. Echt, het is gewoon hier een volksverhuis.